Ik doe de hogere hotelschool. Mijn project was om iets te doen bij een horeca-gerelateerd bedrijf. We staan nu bij Lekker Anders en dat is een lunchroom waar mensen met een verstandelijke beperking werken. En ik heb zelf een zus met Down-syndroom en zij vinden het hartstikke leuk om hier te werken. Zij werkt hier zelf en ik vond het ook een hartstikke leuk initiatief. Dus daarom wilde ik het graag hier zo doen. En het project waar ik voor heb gekozen is om een website voor Lekker Anders te maken. Want ze hadden nog geen website en ze maken eigen gemaakte chocolaatjes. En nou ja, dat kunnen ze beter verkopen via een webshop, zo gaat dat veel makkelijker. Dus ik dacht van een website, webshop erbij, hartstikke mooi. Sabine is dus genomineerd als talent van het jaar. Dat vind ik prachtig voor haar. Ik vind het niet verrassend, want ik vind ook dat ze dat verdient. Sabine is een bijzondere dame die heel veel presteert. En ik vind het leuk dat ze daar de waardering ook voor krijgt. Sabine die heeft voor onze zaak een website met een webshop gemaakt. Ze moest voor haar opleiding een project doen en ze vond het leuk om dat hier te doen. Mede omdat deze doelgroep haar heel erg aanspreekt. We hebben een lunchroom die gerund wordt door mensen met een beperking. Dat heeft ze gedaan en naar volle tevredenheid, eigenlijk beter dan wat ik van haar had durven hopen. Ze heeft heel veel extra dingen ook gedaan, heel veel advies gegeven. We zaten natuurlijk in de coronatijd, wat wel heel bijzonder was. Dus naast de dingen wat ze moest doen, heeft ze ook nog wel andere dingen weer gedaan. Subliem, fantastisch. Dit is de eerste keer dat we iemand van NHL Stenden hadden. Dat komt natuurlijk omdat Sabine familie van is en zo is dat gegroeid. Ik heb tijdens het aangesprek wel aangegeven dat ze meer Sabines hebben dat ik mij aanbevolen hou. Dus ik zie graag iemand terug. Ik heb voor AD gekozen omdat ik eigenlijk nog niet gelijk op kamers wilde. En nou ja, Emma was lekker dichtbij, dus daar kon ik mooi met de auto naartoe. Dus daar heb ik voor gekozen en ik kon altijd nog kiezen om daarna door te gaan voor bachelor's. Ik dacht van, nou ja, dat is mooi. Ik zou andere mensen het aanraden om ook een AD-opleiding te doen, omdat je altijd nog door kan gaan daarna voor je bachelor. Dat ga ik ook doen. Ik begin volgende week weer.